past eigenlijk gewoon bij alles, deze sandalen. Kettingjes. Je kan het wel goed aan naar een festival. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van The Action. Mijn naam is Linda en je kunt me kennen van het TikTok kanaal Linda Kaas of van mijn Instagram kanaal Where Linda Goes. Zoals je in de titel al kan lezen, is dit niet een normale shoplog, maar een fashion shoplog. Want ik ging naar The Action om te kijken wat voor leuke zomeroutfits je allemaal kan scoren. En ik moet toegeven, ik heb echt heel veel coole items gekocht. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. In totaal heb ik 3 verschillende outfitjes samengesteld. Dat is dus helemaal compleet. Van boven tot beneden. Gewoon compleet. Allereerst begin ik met een super vrolijk bloemenjurkje, zomerjurkje. Ik vond de kleur heel leuk, want ik hou van echt vrolijke gekleurde zomerkleren. Dus laten we hem er even uithalen. De stof is ook gewoon heel fijn. Het voelt niet van dat... Ja, het voelt gewoon heel lekker. En de jurk heeft van die schattige pofmouwtjes. En ook aan de onderkant zit een beetje dat franje gebeuren. Ja, ik ga hem zo even aandoen. Maar bij deze jurk heb ik natuurlijk ook nog wat accessoires. Allereerst bijpassende slippertjes. Nou, de kleuren komen hier helemaal in terug. Het roze en het blauw, perfect. De slippers zijn echt €1,50, geen geld. En het jurkje is trouwens €9,95. En het outfit is natuurlijk niet compleet zonder wat leuke sieraden. Dus ik heb deze set met kettingjes. Het zijn 3 kettingjes, heel leuk. Dat roze komt ook weer terug in het jurkje. Dus ik denk dat dat heel leuk gaat staan. En ik heb deze armbandjes. Ook weer het blauw en het roze met goud. Ik hou van goud. Ja, ik denk dat dat echt heel tof wordt. Dus dat gaan we zo even aandoen. Deze sieraden setjes zijn trouwens €1,59. Ik heb nu het outfitje aan. En ik vind het echt zo leuk. Kettingjes matchen perfect met het jurkje. En ook de armbandjes die ik erbij heb staan. Super leuk. Ik zal nu even... gaan staan, dan kan je ook zien hoe het jurkje valt. En dit is het jurkje met de slippers. Oh, die zie je net niet. Misschien dat ik helemaal naar achter ga staan. Nou, hij is echt super leuk. Hij is ook gewoon lang genoeg. Want meestal heb je van die jurkjes dat ze net te kort zijn, weet je wel. Maar het zit gewoon goed, weet je. Gewoon lekker. En ik vind de combinatie van de kettingen met de jurk vind ik ook echt heel leuk. Nou, hier kan je deze zomer wel mee rondlopen. Ik zal nog even de slippers laten zien. Tada! Dan gaan we door naar outfit nummer 2. Dit is een outfit met een korte broek. Hele leuke groen-gele tinten. Lekker zomers ook weer. Ik ga hem er even uithalen. Ik heb nu een maat gekozen die misschien iets te groot is. Maar gelukkig zitten er dus van die koordjes aan. Dus ik denk dat ik hem wel gewoon strak kan trekken en dat hij dan goed zit. Dit is hem. Is toch leuk? Gewoon voor op de camping. Nou, lekker broekie. En hierbovenop heb ik een heel leuk bijpassend wit t-shirtje. Gewoon eigenlijk best wel basic. Maar wat ik juist leuk vond is dat dus deze V-hals heeft een gouden stiksel. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar er zitten dus gouden glittertjes in. Maar we hebben natuurlijk ook nog leuke schoentjes. Bij dit outfitje heb ik gekozen voor sandaaltjes. Ook weer met een beetje dat goud erin. En wit. Dus dat past weer helemaal bij dat shirtje. Dat is toch super leuk in de zomer. Leuk sandaaltje erbij. Past eigenlijk gewoon bij alles, deze sandalen. Dus... ja, je kan hem ook weer bij die andere set aandoen. Het shortje en het shirt zijn allebei €4,95. En de sandaaltjes zijn €6,95. Maar dat is nog niet alles. Ik heb ook een hoed. En ook hier zie je weer dat leuke goud met dat wit. En ik denk echt dat dit super cool staat. Want nou ja, het zit eigenlijk gewoon overal in. Ook in het shirt, in de sandalen, in de hoed. De hoed was trouwens €2,99. En om het af te maken heb ik nog een setje met 3 verschillende soorten oorbellen. Die kan ik ook aandoen bij die andere set of bij de volgende set die ik laat zien. Deze was €1,59. Oh ja, voordat ik het vergeet. Ik heb bij de tweede set ook nog een koeltas gekocht. Ik denk dat is heel handig op de camping, bij het zwembad of weet ik het wat. Ik dacht die gele tinten en die blaadjes komen ook weer terug in het broekje. Dus dat, ja, dat past er gewoon heel leuk bij. Deze koeltas is €4,36. Dat zal ik even de binnenkant laten zien. Tada! Heel mooi. Ik voel me net zo'n cowgirl, weet je wel. Het shirtje zit super leuk en past ook bij de oorbellen. Belletjes die ik heb gekocht. En natuurlijk de hoed. Ik vind dit randje, dat matcht gewoon echt heel leuk met het shirtje. En ik heb hier het broekje aan. Hij is alleen wel een beetje te groot. Dus ik heb hem echt helemaal aangeshort, zeg maar, hier. Maar helaas is hij toch echt te groot. De sandaaltjes passen ook echt weer bij de hoed en bij het shirtje. Dus al met al vind ik het outfitje echt super leuk. Maar een beetje jammer dat de broek te groot is. En dan zijn we aangekomen bij de laatste outfit. Outfit nummer 3. Dat is een jumpsuit. Ik
Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat staan. Een beetje donkergroen, legergroene kleur. We gaan hem er even uithalen. Super cool met een riempje in het midden. En hij heeft geen mouwtjes. Weet je, dat is als het warm weer is dat heel lekker. Want dan heb je niet van die zweetoksels. Ik vond deze jumpsuit wel een beetje stoer. Wel een beetje ja, wat stoere vibe hebben. Dus daarbij heb ik deze zonnebril gekocht. En die heeft ook groene glazen. Ik weet niet of je het kan zien. Nee, volgens mij kan je het niet zien. Dus ik denk dat dat heel cool gaat staan bij die jumpsuit. En wat ik ook had bedacht bij die jumpsuit, kan ik natuurlijk ook weer die hoed van het vorige outfitje dragen. Ik denk dat dat heel cool gaat staan. De sandaaltjes van de vorige outfit ga ik weer bij deze outfit aandoen. Deze jumpsuit is trouwens €9,95 en de zonnebril is €2,99. En de allerlaatste outfit, super cool. Ik vind het wel, ja, je kan het wel goed aan naar een festival of zo, weet je wel. Gewoon een beetje, ja, dit is wel echt een leuke outfit. Een riempje zo. Super leuk. En ik heb dus nu weer die sandaaltjes aan. Past ook weer, zie je, bij de hoed. Nou, ik vind het echt super cool. Super goed geslaagd. En dat was het alweer. Ik ben heel benieuwd welke outfit jullie het allerleukst vinden. Laat het even weten in de comments. En ja, ik ben er super blij mee. En ik ga lekker deze zomer paraderen in mijn nieuwe action outfits. En ik hoop jullie ook. Dus ja. Laat even in de comments achter welke jij het leukst vindt. En tot de volgende keer. Oh, en wil je meer video's van mij zien? Volg me dan even op TikTok. Daar heet ik Linda Kaas. Doei!